Een warm welkom hier in Iporoa. Wat een spannende ontmoeting beloofd te worden. Mijn naam is de Vos en naast me op de commentaarstoel zit natuurlijk Jeroen Grutte. En we gaan naar twee teams kijken die er een mooie strijd van kunnen maken. Wat een wedstrijd wordt het. Nou, zie het. Ik ben heel benieuwd hoor, wat deze teams ons gaan voorschotelen. Ik heb het gevoel dat we naar iets moois gaan kijken. We kijken nu naar de basisopstelling. Volgens mij stuurt de trainer hier op een gelijkspelletje aan. Anders zou hij vast een aanvallendere tactiek hebben gekozen. Ja, dat denk ik ook, Siert. Want man, wat is dit een behoudende opstelling, zeg. Van dit team is bekend dat ze druk zetten over het hele veld. Dus dat begint al bij de opbouw van de verdedigers van de tegenpartij. De aanvallers zullen dus hun steentje moeten bijdragen en flink ook. Ja, en op die manier proberen ze fout van de tegenstander af te dwingen. Als je dat vroeg doet, kan het natuurlijk meteen gevaarlijk worden. Als je de bal te pakken hebt, dan ben je eigenlijk al in de buurt van de tegenstanders 16 meter gebied. Precies, maar het vergt wel een enorme conditie. En we zijn begonnen. Ik hoop op een mooie wedstrijd, Siert. Naar mogelijkheden gezocht. Goed onderschept. Dat was waarschijnlijk een kans geworden. Hij laat de verdediger achter zich. Dit moet hem zijn. Redding van de keeper. Keen. En daar heeft hij de bal veroverd. Is zijn directe tegenstander voorbij. De keeper moet zich strekken. Hij redt. Hoekschop wordt voorgegeven. Anderson. Wieland Cyprien. Wordt rustig gepaast in de opbouw. Hier moet de kans uitkomen. Goed gedaan van die doelman. Nee, hier mag je de bal niet kwijtraken. Golato! Oh, heerlijk. Een gortdroge volley. En de keeper, ja, kansloos. Wat een doelpunt. Ik heb echt geen idee wat ze daar aan het doen zijn achterin. Moet je kijken hoe de bal wordt weggegeven, Siert. Achterin moet je oppassen met het nemen van risico. Hier leidt het meteen tot de tegengoal. De score is open. Het is 1-0.
bal afgezet. Hij stoomt verderop. Komt er een doelpunt aan? Het wordt uiteindelijk geen doelpunt. Maar ja, er staat er nog een keeper. En die voorkomt dan. Ja, terwijl dit toch eigenlijk een zeker doelpunt was. Bal afgepakt. Daar is ruimte op de vleugel. Een schitterende steekpaas. Het gevaar wordt in de kiem gesmoord. Steekpaas onderschept. Ze zetten hoog druk. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Wat zou de scheidsrechter nu in gedachten hebben? Deze ploeg blijft massaal achter de bal. De tegenstander moet iets verzinnen. Verzin een list. Doelpoging. Deze inzet wordt gestopt. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zetten. Hij zit en zou de voorsprong groter. Dat is toch lekker naar voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Inworp voor de tegenpartij na die actie. Rick van Drongelen. Kijk eens, bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Nee, die aanval bloedt toch dood. Rick van Drongelen. Veel belovende paas in de ruimte. Goed verdedigd dat schot. Eerlijk, zo'n speler die telkens een schot blokkeert. Nou, die werd makkelijk onder schot. Laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. En we gaan rusten. Niet weggaan, blijf kijken. Zo dadelijk de tweede helft. Deze speler heeft deze wedstrijd in aanvallend opzicht nog niet laten zien waartoe hij in staat is. Een aanvaller in vorm zorgt ervoor dat hij wel op de goede plek staat als hij aangespeeld wordt. En als je dan zo weinig brengt als hij, ja, dan wordt het echt lastig om iets aan die achterstand te doen.